Van 30 mei tot 22 september kunt u voor uw behoefte aan kunst ook naar een fort. Meer nog, naar 3 forten. En ik ben nu hier bij het fort bij Asperen. Zo zeg, dat is een van de forten hier dat we nu zijn, toch? Ja. Nu hebben we een grote tentoonstelling, ja. Give Me Shelter, 3 forten, toch? Ja. En wat is precies de opzet van het concept? Die tentoonstelling die vindt plaats in 3 forten van de waterlinie. En die waterlinie is eigenlijk een heel bizar ding in Nederland. Het was een verdedigingssysteem bedoeld om Nederland onder water te zetten. Dus door heel Nederland, rond Amsterdam, lagen waterwegen en forten, zoals deze en andere vormen. En wat weinig mensen weten is dat het de duurste openbare werken ooit in Nederland zijn. Oké. Okay. En ze zijn nooit gebruikt. Nou, dat vonden wij zo'n mooi poëtisch gegeven. Dat je zoveel energie stopt en al die... Ja, inmiddels 2 eeuwen is deze waterlinie al oud. Dat je dat erin steekt en steeds nieuw gaat bedenken. Hoe moet het nou? Welke vijand komt er? En die komt niet. En als die uiteindelijk komt, want die kwam natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog wel... Ja. Ja, toen is het vliegtuig uitgevonden. En de hele waterlinie was een reliquie en diende nergens meer voor. En het thema is militaire fictie. Ja. Wat moet ik verstaan onder militaire fictie? Ja, militaire fictie is eigenlijk wat die forten in het zijn van zichzelf. Dus een heel concreet idee wat tegelijkertijd een luchtkasteel is. Dat is militaire fictie. En we hebben gedacht, wat is nu de militaire fictie van deze tijd in Nederland... Nou, dat is de Joint Strike Fighter. Ja. Ik las vorige week weer in de krant. Nou, nu komt hij in 2019. Maar voor duidelijkheid, ze gaan nieuwe straaljagers kopen. En jullie zeggen tegen dat die er zijn, vliegen we alleen nog maar met drones. Ja. En dan heb je eigenlijk een soort nieuw soort vochtencomplex, toch? Hele dure apparaten die eigenlijk niet meer... Waar tegen die tijd dan al 30 jaar over nagedacht is. Waar kabinetten bijna over gevallen zijn. Waar mensen zich kwaad over gemaakt hebben. Je weet nog steeds niet wat dat ding nou eigenlijk kan, wat die kost, wat we eraan gaan hebben. En vooral of we hem wel nodig gaan hebben. Nou, dat is voor kunstenaars die contradictie van zoveel geld voor iets wat, wat misschien helemaal niet nodig is. Dat vonden zij fantastisch om mee te werken. En dat is, dat zie je op die 3 forten, zie je steeds 1 Joint Strike Fighter. Voordat de minister ze heeft, hebben wij er al 3. Dit fort was misschien wel een mislukking 2 eeuwen geleden. Nu ziet het er fantastisch uit. En het zit vol met kunst. Kijk, daar. De Joint Strike Fighter. Roze plastic. Dit is een echte Joint Strike Fighter, dat we hier zien. Hij is 1-op-1, ja. Wel 1-op-1, ja. Ja. Ik heb de binnenkant van bierkratjes gemaakt. Bierkratjes en... houten balken. En daarom plastic gesmolten? Ja, daar zit dan een laagje stretchfolie omheen en daar zit dan weer plastic omheen gesmolten. Je hebt al heel veel roze dingen gemaakt, want je hebt iets met die kleur of je hebt gewoon alleen maar die kleuren liggen? Nee, ik maak die kleur zelf aan. Ja. Maar het gaat mij ook daarom, dat zijn van die soort industriële dingen, dat je daar een heel andere kleur aan toevoegt. En de Joint Strike Fighter is natuurlijk zo'n soort eigenlijk een beetje somber iets. En dan heb je ineens een soort speelgoedding. Het is ook eigenlijk een speelgoedding voor volwassenen, vind ik. Het zijn heel duur speelgoed, heel gevaarlijk, heel duur. Ja, en roze geeft ook altijd de impressie dat het veilig is. Ja, elk meisje onder de 12 die dit ziet, gaat er gewoon nog net niet aan likken, weet je. Ja, we hebben met Himmelvaart waren we klaar en dan heb ik dat ook gezien hoe de reacties hier zijn. Dat is, en hoe zijn die dan? Weet je, die meisjes die lopen hier direct naartoe. Dat is echt voor hun een soort eenhoornachtig toestand. Wow. En Joint Strike Fighter, mama, ik wil dat ook.
En waar kijken we naar, Dick? Dit is Margaret Thatcher. Is dit Margaret Thatcher? Dit is Margaret Thatcher. En ja. Ik hoor dat Margaret Thatcher jouw aartsvijand is? Ja, zeker wel, ja. En waarom? Nou, ik ben eigenlijk Argentijns opgevoed. Dus vandaar ook. En omdat ik het ook een redelijk onzinnige oorlog vond. En een onsympathiek mens. En een dankbaar onderwerp. En omdat het hier over vijand gaat, is een van de principes is dat je de vijand mag uitlachen. Oké, dus eigenlijk gaan we hier uitlachen. Ja, ja, je mag mild naar haar lachen, laat ik maar zeggen, of haar uitlachen. Daarom heet het ook Happy Thatcher Side. Het mooie aan deze kop ook is dat die boven hol is. Dus ik was hem aan het maken en hij moest licht zijn. Hij moest licht van gewicht zijn. Dus heb ik een vuur boven de schedel zitten maken. En op een duur hebben we hem ook gebruikt als, om barbecue te... Margaret Thatcher als barbecue. Ja, ja, hebben we vlees opgemaakt. En barbecue is dan een Engels woord, maar het echte woord is asado. En dat is Argentijns. Absoluut. Weet je wel, het vleesland is Argentinië. Dus wat dat betreft is dat wel een goede samenkomst, weet je wel. Zo, ik word er bijna bang van. Wat is dit dan? Dit zijn 4 van de 6 fusiegeweren van André Robillard. Hij is een Franse art brut kunstenaar van 83 jaar oud. Die al zijn hele leven dit soort dingen maakt. Dus we tonen van hem geweren en Sputniks. Tijdens behalve voor wapens heeft hij ook grote interesse in de ruimtewedloop tussen de Russen en Amerikanen. Nou ja, deze geweren, zoals je kunt zien, die zijn samengesteld uit allerlei... metertjes, drukmeters hier, bel. Cool hoor, heel cool. En hij heeft duizenden van die geweren, zeg je? Nou, honderden. Honderden? Honderden, zeker. Ja. Paarden zijn altijd deel geweest van de kunstgeschiedenis, van de mensheid ook. En dat komt heel vaak terug. En soms worden ze heel mooi verbeeld, heel elegant, heel zacht. Nou, heel vaak ook heel erg verpletterend, apocalyptisch. Ja, het zijn de 4 paarden van de apocalyps misschien zelfs wel. Of dat is de inspiratie, komt daar vandaan. Ze hebben iets wat heel erg elegant en zacht is. Of het is een symbool van rijkdom of adelheid. Maar het zijn eigenlijk ook vertrappende beesten van oorlog. Het waren oorlogtuigen geweest. En de ridders bereden ze met grote zwaarden en panzers. En ja, tot kort geleden waren dat de oorlogsvoertuigen. Dus ik vind dat natuurlijk heel erg bij het thema passen. En het gaat maar door. Ze komen maar op je aflopen. Ze blijven maar komen. Wat u kunt gaan doen deze zomer. Als het mooi weer is, gaat u naar een van onze tentoonstellingen. En als het regent, dan kruipt u gezellig dicht bij elkaar op de bank. En dan kijkt u naar de hoogtepunten van ons programma. Ik zie u graag na de zomer bij Kunsttour. Bij Avrotros.